Bosbedden, droombedden in Nieuw-Leuzen. De meest complete beddenspeciaalzaak met de beste service. Dalia Corso, hè, ben je ook nog druk mee geweest? Want de volgende straat had een eigen wagen. Klopt. En daar was je ook een centraal punt in, hè? Ja, het heeft een paar jaar. Het eerste jaar was de volgende straat, die Bergdalen. Toen waren een paar anderen. Joben Kamp was er heel de motor daarin. Die heeft een paar jaar opgepakt. Toen waren Müller nog niet zo actief. En op een gegeven moment zei Jo, mag toch wat anders doen. En toch met een aantal mensen een werkgroep in vorm. En daar hebben we heel lang gedaan. We hebben een grote tent hier achter het laad. Hier is het gelukkig via, ja, via de hele paar scholen komen we daar naartoe. Ja. En daar hebben we heel wat uur in zitten. En we hebben nou eigen Daliaveld. Nou, dat was een groep die het Daliaveld door onderhoud. Maar dat was na verleefd van de jaren. We hebben er ook allemaal veel minder. En de overbuurman, want wij niet. En ik heb toch veel uur in zitten samen met Sander Boerkamp. Echt een jonge man. Die was er wild van. Hebben jullie nog argumenten met de Vogelaarstraat? Nou, heel vaak de Laagste Priest. Heel veel Laagste Priest? Laagste Priest, ja. Ja, dat moet ook iemand doen voor gewoon natuurlijk. Ja, klopt. Komt dat Martijn jullie Stroor, een klein steun die hebt, precies. Ja. Ja, was die altijd leuk? Meedoen was belangrijker dan deelnemen. Ja, een Olympische gedachte. Ja. Maar wel gezellig. Het was gezellig, maar ook laatst. Ja, maar ook laatst was het niet altijd wat mossen, hè. En toen bleef mijn beiden zo over. Oh ja. En toen was het allemaal om Noordwerk ook nog doorrijden. Dan ging ik fietsen, schilderen, noem maar op. En nou, het moest af. Op een gegeven moment kwam het zover. En toen dacht ik van nou, als ze door ging, kreeg ik niet kloor. Het is allemaal weer kloren komt. Ja, maar de druk was steeds hoger. Ja. Ja. Dus hier was eigenlijk ook wel mede reden. Dat, en dat zijn natuurlijk overal eens in dat Dalia Corso op een gegeven moment kon het niet. Nee, nou, toen nog een enquête over in andere straten om dat samen te doen. Oh ja. Nou, ik kwam er ook niet uit. De jongen, als ik niet begin, dan ben ik op dit stop. Ja, op stop. Ja, nou, dat hebben we gedaan. Er was wel kaal in het begin. Ja, dat ben ik erg wennen. Ja, vooral het eerste jaar, maar later niet meer hoor. Nee. Nee. Zo kaal zal het straks ook wel worden als je met de school stopt. Maar dat bent ook weer. Nou, er is er een die door in de school zit en zegt, ik heb nog werk zat voor doen. Toen ik met de fut ging zeggen. Nieuwe baas. Ja, toen ik met de fut ging zeggen. Ik heb nog maar 10 jaar weg vroeg. Okay. Ik zeg maar, dan moet ik er 10 jaar over doen. Het is nog geen af. Ik wil u als laatste antwoord nog invragen. Als ik nou hier in Limmelveld kijk, ik ken heel Limmelveld. Van geboorte tot een verenigingswerk enzovoorts. Hij nou iemand of een organisatie een pluim zal munten geven. Behalve voor natuurlijk, hoe liever die niet. Wie wordt denk je dan aan? Dat is een mooie vraag. Het antwoord is niet makkelijk te geven. Ze zeggen, wat is een moeilijke vraag? De vraag is niet moeilijk, maar het antwoord is vaak wat moeilijker. Dan kun je aan de organisatie denken en dan denk je van elke aanvrijwilliger. Alle vrijwilligers die zich inzet hebben. Ja, die zou je allemaal een pluim moeten geven. Sommigen kreeg een pluim in de vorm van een lintje. En anderen, die heeft misschien wel een lintje verdiend niet gekregen. Dan zit, denk je toch van mensen die wat presteerd hebben. Die wat betekend hebben voor de geld. En die ik begin wel, die ben ik misschien niet meer. Ik heb eens gezegd, toen ik nog in Ommen werkte, toen mocht ik een schilderij kiezen. Toen zeg ik wel eens van, noem ik dat schilderij niet uit. Dat was een schilderij waar mensen aan het werk waren. Ze hebben een domme best verdiend. Er zijn een aantal mensen in Limmelveld, waar ik dan ook mee te maken met heb, die soms een uitspraken doet, waar je toch in de gedachten houdt. Je zegt, Anton, pas op de president te scheppen. Wanneer je de vraag stelt van, wie zou een pluim willen geven? Ja. Dan zal ik die man, die mij des verteld heeft, die pluim willen geven. Hebben we nog goede donen? Hij zal nog altijd dingen niet goede donen hebben.
Dat vond ik wel leuk als die man die zei, pas op tegen je president, een schep. Want als die een keuken geeft, boomnamen, dan kun je scheef een gezicht in krijgen. Je houdt rekening mee dat niet iedereen alles kan betalen. Nee. Houd er rekening mee. Ja. En is het dan ook omdat je geen president wil scheppen, omdat je de naam nog niet genoemd hebt? Ik heb de naam al genoemd. Ja, misschien stiekem in een eerder verhaal, maar niet. Ja, dat klopt. Wim Baarslag. Ja. Ja. Die heeft niet dat te zeggen. Ja. Dat blijft me toch altijd niet. Ja. Nee, maar dat is heel leuk. Dat is toch leuk. Ja. Sommige mensen, kun je van leren. Komt op een pad en die ontvolging. Ja. Net zoals vroeger, toen ik bij de vloedschrijver werkte, zei ook een Tony Diepman, die zit er nooit aan. Maar toen zeg van die jongens, van die meisjes zeggen, daar leer je het meeste van. Daar gingen ook met stagiaires. En van fouten, daar leer je het meeste van. Dat ben ik ook van die uitspraken. Hè? Van, als je maar zien wilt, als je maar wat wilt doen, zo'n boekje hè, leer je niet zo goed als van fouten maken. Nee. Heel mooi. Dankjewel. Het lijkt me een mooi moment om af te ronden, Anton. Ja. Ik wil u erg bedanken. Je hebt heel veel verteld. Van 1944 tot 2016. Ja. Je bent nog heel leven kunnen vertellen hoe het ging. Militaire dienst, school, etc. En tegelijkertijd zit hij nog midden in de actualiteit van de WMO en de decentralisatie en alles wat ermee samenhangt. Je hebt een hele interessante loopbaan eigenlijk gehad, hè? Van timmerman en kantoor en Kindermuiden en Ommen. Heino. De zusters. Ja. Erg leuk dat je ons dat wilde vertellen. En ik denk dat ja, een heleboel mensen dat ook nog niet wisten van hem. Ik kende hem natuurlijk allemaal met name via wel zijn ouderen of de Dalia's of Caritas of weet ik wat je allemaal gedaan hebt. Maar erg bedankt, ook namens hen. En nou, ik wens hem natuurlijk samen met die heel veel gezonde Jonny, met nog 10 jaar thuiswerken. Heb je me net verteld? Ja. En ik kan ook geloven, in die 10 jaar komt er nog meer werk bij. Ja. Dus die neemt dat die onvoorspeld is. Die heb je echt nodig. En ik gun ze ook. Ja, nou ze zeggen, oh, dan ga je zeggen, vallen op vakantie. Nou, ik ga dit jaar gewoon voor de 20e keer, dus stel u zelf slaan op vakantie. Oh. Daar boven toevallig mee aan 12 komt te zitten. Ja. Die varen op vakantie naar Tsjechië. En de busreis bevult nu prima. He, maar dan kun je onderweg nog een keer slapen. En hoe je die op te letten. Toen zat er een jong stel. In die hoek en mij in een andere hoek. En toen kwam de chauffeur binnen en zei van, goh, ik heb hier een stel, ook 2 stel, die wil gaan bij elkaar aan het halen. Ben je bereid om bij elkaar te gaan zitten? Wil je erop je aangezien? Maakt ons niet uit. Die hebben kennis gemaakt en die komen ze in Zeeuw-Vlaanderen. En nu is het zo verder gegaan. In januari onze cursus kenbaar maken. Dan die mailt aan de Vondere, hun mailt weer terug. Yeah. En dan zoek ik weer uit en soms ligt er een zelde vakantiereis in het verschiet. Nou, dan pak ik weer het op. Leuk. En dan ga ik een jaar naar elkaar toe. De ene jaar komt ze hier, de andere jaar komt ze, ga ik weer door naartoe. En dat is hartstikke leuk. Ja, ben hele leuke mensen, die passen bij die. Ik ben 5 jaar jonger dan ik ben. Maar, ja. Maar je ziet ze eigenlijk 1 keer per jaar komt ze hier, ga je door en verder op vakantie. Ja. Ga je al die samen. Ja. Nou, en dan in veel jaar probeer ik elkaar even een telefoon te krijgen. Ja, ja, even overleggen. Die ging erom met de buurtvrouw, ook met de computer. Dus ja. Nou, dat is ook wel leuk. Heel bijzonder. Ja. Ja. Nou, bevalt goed. Goed zo. Mensen zien ons bijna als 2 broers. En ze zijn 2 broers van elkaar. Dan zaten ze achter ons, allebei de wilde knikkerbom met een koude kant. Wat een geluk dat TV Dalsen op internet zit en ook door te ontvangen is. Dus je kunt zien dat ook nog eens meemaken. Familie, hoe heet ze? Seys. Familie Seys? Hanny en Nelly Seys. Hanny en Nelly Seys, ook namens TV Dalsen, hartelijke groet. En graag tot de volgende keer. Geweldig. Goed? Mooi.